het ook een belangrijke taak binnen onze administratie, omdat wij behandelen de aanvragen van de vluchtelingen, maar we willen ook meer doen. We willen de huidige generaties er dan ook van inlichten wat de gevolgen kunnen zijn als vrijheid er niet is, als er democratie er niet is enzovoort. Zeker, het commissariaat-generaal behandelt de aanvragen nog altijd volgens de conventie van Genève. Wie heeft nood aan onze bescherming om politieke redenen? En ik denk alle mensen die we hier zien, die bij de weerstand waren, die ook maar op enige manier hebben bijgedragen tot het verzet, dat die eigenlijk daaronder zouden vallen. De oorlog van 1914, de mensen die het dan meegemaakt hebben het, en die het overleefd hebben het kunnen vertellen aan hun kinderen, hun kleinkinderen. We zijn nu 100 jaar verder, dat wil zeggen 5 generaties verder. Ik vind het belangrijk dat ook deze generatie kinderen en jonge mensen weten wat de consequenties kunnen zijn van het opgeven van de democratische waarden en van het feit dat men geen vrijheid meer heeft om te kiezen. Het is confronterend, maar het is zeer indrukwekkend en het is toch wel het bewijs dat mannen, vrouwen, kinderen allemaal in het verzet het beste van zichzelf hebben gegeven. Een aantal kunnen het nog verder vertellen, nadien, en de meeste niet. De meeste mensen hebben hun leven daarvoor opgeofferd en ik denk dat dat alleen al verdient om daar de nodige aandacht nog aan te geven, ook 100 jaar later. Thank you.